because you know I'm all about that bass, got that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear I ain't the same as you, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all them boys chase, and all the right moves and all the right places. I see the magazines working on Photoshop. We all know that ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, got that bass. Hey, hey. I'm bringing beauty back. Go ahead and tell everyone you know that. No, I'm just saying, no, you think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah. Deze vlog, want zoals jullie net gezien hebben, hebben jullie gekeken naar de opening van de nieuwe Primark in Arnhem. Het was echt heel leuk, hele leuke ochtend, ontbijtje gehad, veel bloggers gezien. Ik vond het echt leuk dat er ook mensen naar me toe kwamen die zeiden, hey, jij bent Charlotte van XXXR toch? Ik zei, ja, dat klopt. Boom, handshaked. En dat vond ik gewoon heel erg leuk dat er echt mensen ja, naar me toe kwamen en ik natuurlijk ook naar hun. En ik heb veel mensen ook gewoon aangesproken omdat ik dacht van, je moet daar niet... Ja, zenuwachtig voor zijn en zo. Dat is gewoon leuk dat je ze dan tegenkomt. Maar ja, ik had gevlogd bij de opening van de Primark. Normaal maak ik een fotoverslag en foto's. Maar dit keer vond ik het wel heel erg leuk om te filmen. Het is dus het filiaal in de Ketelstraat in Arnhem. Het is een heel groot filiaal. Het is de grootste van Nederland nu. Kon ik mezelf niet helemaal voorstellen. Hij is wel heel groot qua oppervlakte. Hij had 2 verdiepingen met kinderkleding, herenkleding, accessoires voor in huis. En natuurlijk een hele afdeling voor onze meiden. Dus ja, heel erg leuk. Ik ben heel goed geslaagd en ik heb de giftcard opgemaakt. Of er maar 1,50 bij te betalen. Dus hoe ik het gedaan heb, geen idee. Maar ik ga denk ik deze week ook nog een shoplog opnemen. Want dat is al gevraagd. En ja, dan komt dat gewoon online. Maar bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik zal even onderaan de video meer informatie zetten over de Primark. En openingstijden, filiaal en nou, dat soort informatie. En ik zou het leuk vinden als jullie abonneren op mijn kanaal. Dat kan hierboven. Ik plaats op maandag en op vrijdag een video. Nu is het een dagje later, omdat ik natuurlijk met de opening zat.
Maar die dagen dan post ik video's en ik zou het dus leuk vinden als jullie abonneren. Like de video als jij ook van de Primark houdt. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doeg!